Santos, van Rutjes, Leenhoff. Zet de Kooijman aan en rechts. Bal blijft voor Antwerp. Als Peter Leenhoff met de voorzitter, wegdraaier. En van 5-10. Niet genoeg, niet goed terugkomt. De bal kwam niet te ver. Leenhoff opnieuw. Jakovlevic, sterk met de bal aan de voet, wordt daar vastgehouden door de busser. Leenhoff met het schot. Maar de bal draaide dat weer. De Grijze, Kooijman op het middenveld vandaag bij Anderlecht, hun Kooijman, de borst van Gert Verheijen, voorzet, Bosman, en voorlangs, men dacht even aan buitenspel bij Antwerp, maar er werd niet gevlagd. Hans-Peter Leenhoff, aan de rechts, Grasson daar nog naartoe. En opnieuw als Peter Leenhoff, een van de weinigen op wie de temperatuur geen vat lijkt hebben, Leenhoff. Daar is de voorzet, daar is Jakovlevic! Maar hij komt naast, Dragan Jakovlevic. Een van de betere kansen tot nu toe, Hans-Peter Leenhoff. Hij beweegt nog wel, en dan de kopstoot van Jakovlevic naast de goal. We spelen 34 minuten, Jakovlevic is blijven liggen. En u ziet het, de spelers maken van elke gelegenheid gebruik om zich te verfrissen in de verschrikkelijke warmte. Peter Maas. Boffin. Nielemt die een eerste keer aan de bal. Na de rust ingevallen voor Gert Verheijen. Lemt die moet die temperaturen iets beter kunnen verdragen. Grasson. Lemt die opnieuw. Met de Ukkonen bij zich. Die LMT, goede voorzet, de Grijze. En een goede redding, nog een goede reflex van Radko Svilar. Grasson te kort. Vincent. Ja, mooi gedaan. En hij kan daar doorgaan, want Kooijman was naar Smits getrokken. Daar is de voorzet en Jakovlevic kan er niet bij. Prachtige actie van Willy Vincent. En nu ingooi Ginder voor Anderlecht. Maar een knappe actie van Willy Vincent. Daar is het al gebeurd. Kooijman trok de andere kant op. De voorzet waar Jakovlevic net niet bij komt. Veel stof, maar geen doelpunt. Bosman klimt. Grasson! In één tijd op de slof genomen, maar uit de hoek geroffeld door Radko Svilar. Wie anders? En Grasson die het zelf niet begreep. Daar komt het opnieuw. Bosman kan er niet bij, dan Grasson ineens op de slof en uit de hoek gehaald door Radko Svilar. Nog iets meer dan 20 minuten, vrije trap Antwerp met Patrick van Verdichem. Stand nog altijd 0-0. Jakovlevic, en hij gaat binnen via Moukrim en het doelpunt is er voor Antwerp. En het stadion ontploft min of meer. Daar is de voorzet van Verdichem. Jakovlevic. Maas met één hand. En dan via Moukrim, ingevallen voor Ukkonen, gaat die bal binnen. 1-0 voor Antwerp. Eindelijk een doelpunt in deze partij. Die tot nu toe weinig geschiedenis had. Broekaert. Kiekens. Kiekens, gaat hij nog scoren? Nee. Naast. Wim Kiekes, een minuut of twee na het doelpunt van Moukrim. Leenhoff. Peter van Hout gaat aan de buitenkant. Leenhoff gaat zelf door alles door. En dan op Maas. Het zou een mooie bekroning geweest zijn voor een knap seizoen van Hans-Peter Leenhoff. Maas eruit. Gaat hem nog kunnen omspelen. Zo had iedereen recht op de bank bij Antwerp. Nog even en dan is die vijfde plaats in de eindklassering binnen. En Pierrot fluit af. En Antwerp en Walter Meeuws meer dan tevreden. Vijfde plaats in de eindklassering. Wat heeft deze groep bijgebracht? Ik denk vooral vertrouwen, denk ik. Hè. We hebben een beetje problemen gehad met de aankopen, vooral dan de kwetsuren eigenlijk. En de trainer is er blijven in geloven en we hebben er keihard voor gewerkt. En hij kan een ploeg eigenlijk goed motiveren en ik heb er gewoon
alle lof voor de trainer. En ik niet alleen, denk dat de volledige ploeg achter Walter mee staat. Nu, Europees voetbal wenkt. Die prestatie, die vijfde plaats, is er met de moeilijkheden die er geweest zijn. Voor volgend seizoen, zeker met Europees voetbal, dan zegt men, ja, versterkingen moeten er komen, ook mee, zegt dat. Ja, ik denk dat hij er volledig 100% gelijk mee heeft. En ik denk dat de groep er ook zo over denkt. Hè. Hoe meer goede spelers, zal de kwaliteit nog hoger liggen met die Antwerp. En ik denk dat het vandaag een heel beslissende wedstrijd heeft geweest in verband met de aankoper. Ik denk dat we vandaag niet moesten gewonnen hebben. En woensdag of zaterdag dan de beker de halve finale verliezen. Dan denk ik wel dat het misschien terug op de slechte weg was met Antwerpen. Maar dat is nu kan het gewoon niet. Nu hebben we nog een halve finale. En ik heb trouwens nog nooit een halve finale gespeeld. Dus laten we hopen dat we de finale halen. En dan moet de club vooruit. En ik denk dat we er allemaal zo achter staan.